Maar die won dus. En Letter won zijn kant. En die twee spelen dus de finale. Ja, maar ik denk dat dit ook wel de finale moest zijn, toch? Nou, Josh Rock tegen Van Veen of Nijman tegen Rock had ik ook een heel fantastische finale gevonden. Ik heb, ja, Littler, ik erken het talent, maar ik, ja, het irriteert. Ik ben er iemand, ik zit in een groep die het af en toe irriteert. Hoe je bent de oude, zure man. Nou ja, weet je, dus, ik deels wel. En dan zie je afgelopen week heb je nog meer zure mannen. En die deden dan een filmpje hoe hij van Richie Edhouse won op de UK Open. Die won die met 6-5, gooit die 81 uit, triple 9, dubbel 12. En dan schreeuwt hij zo ontiegelijk hard. En dan zie je Edhouse ook erachter kijken van, met zijn blik van waarom moet je nou zo hard schreeuwen. Maar we vergeten gewoon dat dit een jongen is van 16 jaar. Die, die de wereld aan zijn voet heeft liggen. Want iedereen wil iets van hem hebben. Laten we gewoon zien dat het een geweldig talent is. Laten we daar vooral op focussen. Dus het wordt inderdaad een hele mooie finale. Het wordt een mooie finale, maar er komt ook wel echt heel veel talent aan. Zeg maar. Als je ziet wat die halve finales zijn. En dat je zegt, dat ja, Josh Rock had ook gewoon... Die vliegt er dan uit in de kwartfinale. Ja, het zou helemaal mooi zijn als een Gio van Veen gaat zijn eigen plaatsen voor de Play Championship Finals. Mm-hmm. Als ze dus gewoon ook de finale haalt. Dat hij gewoon halve finale Play Championship wint. En dan even de finale jeugd gooit. Als warming up. Ja, dat is nooit gebeurd, hè? Ja. Dat is nooit gebeurd. Die Josh Rock verloor vorig jaar bij de laatste 16. Mm-hmm. Dat was middags dus op zondag. Toen moest je samen de finale gooien. Toen verloor je van Vergerbe toen terwijl die 9 had te gooien. Dat is ook lekker, want hij won er van Nathan Gear van. Dus dan zie je tegenstander tegen Van Gerwen gooien. En dan verliest hij wel, maar dan gooit hij 89 en alles. En... ja, potverdomme. Wilt u meer zien van 4-3-3-Waars? Abonneer dan op de YouTube-channel of volg de social media kanalen.